We zijn nog allemaal een heel klein beetje in de war van de blauwe golf uit Amerika. Ja. Heb je hem gevoeld? Nee. Nee, hè? Totaal niet. Nee, er waren midtermverkiezingen in Amerika en er was sprake van de blauwe golf. Dat wil zeggen, de Democraten hebben gewonnen. Die hebben ook wel gewonnen, namelijk in het Huis van Afgevaardigden. Maar de Republikeinen hebben dan weer in de Senaat gewonnen. Kortom, niemand heeft verloren, maar iedereen heeft gewonnen. Dus is de vraag aan Johan van der Koorten, wie heeft dan het meest gewonnen? Wie heeft er het meest gewonnen volgens jou? Moeilijk te zeggen. Ja. Voor de Democraten denk ik dat het een overwinningsnederlaag is. Wauw. Duidelijk. Goeie term. Overwinningsnederlaag. Klinkt als mijn gehele jeugd. Overwinningsnederlaag. Nee, de Democraten hebben een beetje gewonnen. De Republikeinen hebben gewonnen. Maar de man die natuurlijk het allermeest gewonnen heeft, is Donald Trump himself. Want in zijn wereld wint die man natuurlijk altijd. Ja. Die heeft altijd gewonnen. En je zou zeggen, ja, hij heeft ook echt wel een beetje gewonnen. Want de Senaat is helemaal Republikeins. Dus, ja, er valt iets van hem af, weet je wel. Hij kan nu eindelijk doen wat hij wil. Hij is ook ontspannender ook. Dat zag je ook in de persconferentie daarna. Quiet. Let me tell you, that's a racist question. That's enough. That's Mr. enough. Mr. President, I was going to ask one other. You are a rude, terrible person. I think I am a great moral leader, and I love our country. Wat een vuifnummer is het toch, hè? Wat een vuifnummer. Maar goed, uiteindelijk waren dit natuurlijk de verkiezingen van Donald Trump. Maar het was ook de verkiezing voor Björn Soenens. En die man, dat is toch, daar moeten we toch heel klein beetje aandacht aan besteden. Want die man dat begint eigenlijk onmenselijk te worden wat die man allemaal gedaan heeft. Het begon natuurlijk allemaal op dinsdagavond. Toen was hij live in de uitzending van het Avondlaatjournaal met Xavier Taverne. Kijk maar even mee. Björn Soenens, die is in Washington, D.C. Björn, goeie avond. Kijk, hier moest Björn nog beginnen, ja. Hè? Want het was avond bij Björn, maar toen moest hij de hele nacht door. Want ja, dan komen de resultaten binnen. En dan denk je, nou, dan kan hij eindelijk gaan slapen. Maar de volgende ochtend voor hem, om 7 uur, is het bij ons 1 uur 's middags. En dan is er weer journaal, dus weer Björn. Dankjewel om het te volgen. En je blijft het volgen. Ik vertel graag ook nog even dat we jou ook zien bij een VRT Nieuws Live op Facebook en op onze website vrtnieuws.be naar het journaal. Er zijn al heel wat interessante vragen binnengekomen. Kijk naar die man. Die is al bijna klaar. Die trekt het dan nu niet meer. En dan gaat Wim de Vilder ook nog een Facebook Live-event met de VRT organiseren. Met allemaal leuke vragen. Nou, wat is de eerste vraag, Wim? Ben je eigenlijk al gaan slapen sinds gisteravond of niet? Wat een kutvraag. Wat een kutvraag. Ja, best op het werk is dat. Wim heeft geslapen met zijn blije hoofd, maar Björn niet. Die heeft de hele nacht doorgegaan. Maar goed, dan denk je, nou, Björn kan eindelijk slapen. Maar nee hoor, een paar uur later is het bij ons 7 uur. Is er weer journaal, dus weer Björn. Wat betekent de uitslag voor de rest van die termijn? Ik zal nog steeds mijn handen vol hebben en nachten moeten doorwerken om het ene initiatief na het andere te coveren. Hij kan niet meer. Dat hoor je toch? Hij zegt ook, laat me gerust. Hij had ook veel coveren. Hij gaat heel veel coveren, maar hij moet slapen. Dat is het enige wat hij moet doen. Dus je gunt het hem zo dat hij nu eindelijk eens een keer mag slapen. Maar nee hoor, wat gebeurt er? Gisteravond laat Donald Trump heeft zijn minister van Justitie ontslagen. Dus daar is Björn Soenens weer. Is het eigenlijk nog een verrassing dan dat Jeff Sessions moet vertrekken? Nu ga ik ingrijpen, want dit kan niet meer. Dit is bovenmenselijk wat deze man aan het doen is. En je merkt het ook, want vanochtend bij hem vroeg, 7 uur stond hij er alweer, want er was een schietpartij geweest in Amerika. Dus die man die heeft inmiddels meer dan 48 uur bijna niet geslapen. Hard. En je merkt het ook, hij raakt zijn besef van tijd kwijt. Luister maar. Ik sta hier op een plek waar ik 7 maanden geleden stond. Hoe kan het? Maar je staat er nu weer. Ja. Hij is echt in de war. Hij is echt in de war. I want the wall. Ja, dus ja, maar je merkt het. Hij wordt langzaam psychologisch helemaal gek. Hij weet niet alleen meer wanneer hij ergens stond, wanneer hij er nu staat. Hij weet niet meer welke taal hij moet spreken. En hij weet niet meer waar hij is. We zitten hier op 5 minuten rijden van het hoofdkwartier van de CIA. We zitten vlakbij het hoofdkwartier van Mars. Ja. Het is gedaan. Ja. Het is gedaan. Ik zeg, enough is enough. Björn moet slapen.